Het vuur in de tsiersfabriek in Gerkenskleester is nog net uit. Zo'n 30 brandwachtmeesken binnen nog de hele tijd waren om de brand te blussen. Er werd juist bezocht om een kraanzaken uit het tsierspakhuis de helling om zo dichter bij de vuurhaard te komen. Om half uur juist jong wat het zijn brandmaster jong. Het schip veert verkeer op het Prinses Margrietkanaal is intussen weer op gang kwam. De 161ste PC is vanmorgen een kwartier van tsien begonnen. Hij volgt hier iepende vastzitter Jannes Westra de keertserij op een chocolade in Frenscher. Jeder op een morgen waard het winnende patoer van vorig hier in de koets roenrieden door de stad. De wand van een van de keertsers waard van de morgen akkad. Patrick Scheepstra zijn wand weer 4 gram te zwier. Joen en vannacht wordt het een gratis fiefje, de wien jout om del en draait naar het westen. Morgen geregeld zinnen en wat bewolking, temperatuur dan 23 graden. De zuidwestenwien is matig en vrij krachtig.